Dat wil helemaal niet zeggen dat ze ons morgen gaan aanvallen of zo, want ze zijn zich zeer wel bewust van de krachtsverhoudingen. Dus dat gaat niet gebeuren, maar je moet er wel rekening mee houden dat het in feite geen loyale oppositie is. Het zijn lui die zijn op iets totaal anders uit dan wij. Het Verlossen, kunt u mij horen? Ja, Koude Oorlog. Het is een begrip wat nog steeds resoneert. Hier en daar lees je al dat we gaan beginnen aan een nieuwe Koude Oorlog met China. Ik vind dat zelf een hele betreurenswaardige ontwikkeling. Ik begrijp niet waarom de Amerikanen plotseling... Trump is met het gedoe begonnen en Biden zet het ongelukkigerwijs voort. Dat plotseling China is een existentiële dreiging. Dat was het afhankelijk helemaal niet. Sterker nog, de Verenigde Staten hebben een heel belangrijke rol gespeeld in investeringen in China, die China zover hebben gebracht als het nu is gekomen. China is geen bedreiging van de internationale economische orde, zoals Jan en Alleman beweert, maar dat is hem volkomen onjuist, want juist door die internationale economie is China een grote mogendheid geworden in economisch opzicht. Nu beweren de Amerikanen dat het een existentiële dreiging is en wij moeten ook in Europa moeten we daar ook mee meedoen, want dat was een belangrijk puntje van Biden. Wij moesten ook meedoen met de bestrijding van de existentiële dreiging en ik betreur dat enorm. Ik heb wel begrepen dat de Europeanen nogal tegengas hebben gegeven. Nou ja, ze willen dan ook wel zo'n investeringsprogramma om derde wereldlanden te helpen en zo. Daar het voorbeeld van Belt and Road, wat China heeft gegeven. Die zijn op dat idee gekomen op zichzelf. Want dat wordt ook alweer gezien als een bedreiging. Ja, die leiding in Peking die kunnen geen scheet meer laten over. Het is een ontzettende bedreiging. Nogmaals, dat is pas begonnen. Jammer genoeg een beetje met die zogenaamde pivot. Of pivot, ik weet niet wat de juiste uitspraak is. Pivot. Ja. Van Obama naar Azië. Dat Europa dan een beetje vanuit de belangstelling was geraakt. En het ging nu allemaal om Azië. Ook wel genoemd Easternization heet dat. Hè, dat de Verenigde Staten hun blik daarop richten. En voor die tijd zei Obama zelf nog vrij regelmatig dat het een hele gunstige, prettige ontwikkeling was. Die enorme economische expansie van China ineens. En dat zit ook wel een beetje in die pivot. Daar kwamen ineens allerlei strategische zaken om de hoek kijken. Van ja, is het dan toch niet een bedreiging? En worden, naar mijn idee, is China helemaal geen existentiële bedreiging van de Verenigde Staten. Laat staan van Europa. Wij zijn overigens een belangrijker handelspartner van China dan de Verenigde Staten dat is. Dat is ook al een vrij wezenlijk punt. Het probleem met China is natuurlijk dat ze in de binnenlandse politiek bezig zijn om groepen die zij op enige wijze zien als een bedreiging van de coherentie van de natie, om die op een afschuwelijke manier te behandelen. Ja, je kunt daar wel bezwaar tegen maken met die binnenlandse politiek. En ik zou zeggen, maak bezwaar, maak duidelijk dat je dat niet leuk vindt. Maar verder kun je er niet zoveel aan doen. Bovendien vind ik altijd vrij raar dat allerlei westerse landen die binnenlands nou ook niet zo'n geweldig beleid voeren. Ik denk aan de Verenigde Staten zelf, niet waar? Black Lives Matter. Ik bedoel, is dat dan, hoeven we daar dan niets over te zeggen? Is dat, moeten we dat dan maar accepteren als vanzelfsprekend? Of een prettige houding, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar goed, dit punt speelt op. En ik betreur het dat het hele begrip Koude Oorlog in dit verband weer opduikt. Want de Koude Oorlog zelf is denk ik toch wel het onderwerp waar in de afgelopen honderden jaren het meeste geld aan verspild is. Namelijk gigantische, onbeschrijfelijke duizenden miljarden en miljarden dollars en roebels door de Sovjet-Unie en... Ja, waarvoor eigenlijk? Dat is toch een grote vraag. En we moeten ook enorm uitkijken naar mijn idee dat de NATO ook niet op enige wijze weer bij deze zaken betrokken raakt. Die NATO is al misbruikt voor allerlei Amerikaanse avonturen die de wereld weinig goeds hebben gebracht. Dus ook dat voortdurende geroep dat we flink extra moeten bijdragen aan de NATO, daarvan heb ik geloof ik alles eerder gezegd. Zo ja, en mag ik dan eerst eens weten waar we dat precies aan gaan besteden? En zijn dat daadwerkelijk zaken die voor Europa een rol van betekenis spelen? Ik heb meestal de indruk van niet. Ik ben
het eigenlijk op dit punt wel eens met Macron, die zegt, waarom zou ik extra geld besteden aan de NATO? Dat gaat om allerlei Amerikaanse zaken die ons niet direct regarderen. Zou het niet handiger zijn om dat geld te besteden aan een georganiseerde verdediging van Europa? Beter idee naar mijn gevoel. Te meer, tweede punt, dat we absoluut niet weten wat de betrouwbaarheid van de Verenigde Staten op de middellange termijn is in verband met het Trumpisme. Want ja, Trump bestaat nog en niemand weet wat er of in 2022 of 2024 electoraal in Amerika gaat gebeuren. Ja, dit wat betreft de actuele kijk op de Koude Oorlog, de Koude Oorlog als begrip. Mag ik nog één ding aanstippen? Want de NATO noemde jij, die hebben dus ook gezegd, China, er komt geen Koude Oorlog, maar er zijn wel, zo noemden zij dat dan, uitdagingen. Zij wezen onder andere op de cyberrisico's en nou ja, het feit dat Chinese bedrijven... Ja, cyberrisico's, daar maakt iedereen zich schuldig aan. Het wonderlijk idee dat het Westen dat niet doet, dat is een heel wonderlijk sprookje, maar nogmaals, dat is iets wat iedereen in principe kan. Elke boerenlul die verstand heeft van computers kan op zijn zolderkamer al de grootst mogelijke ellende veroorzaken. Dus ja, daar kun je, ik weet ook niet precies hoe je dat effectief moet bestrijden. En ja, dan loop je altijd weer tegen dat verrekte internet aan. Dat heeft allerlei voordelen, maar ook een enorme hoeveelheid en een immense lading nadelen. Daar zijn we langzamerhand wel achtergekomen natuurlijk. Vooral omdat we in allerlei opzichten veel te veel dingen op dat internet zetten die er niet per se op hoeven te staan. Hè, laten we zeggen, bruggen die in Nederland open en dicht kunnen, die schijnen ook gewoon op het internet te staan. Als je ze kunt vinden, kun je ze ook, als je er zin in hebt op een zaterdagmiddag, kun je zo'n brug openen en weer dicht doen en nog een paar kaarten. Ja, dat zijn allemaal. Dus je moet kwetsbare dingen niet op het internet, zou ik zeggen. Dus daar ben ik ook niet zo onder de indruk van deze mededelingen. Ik vind helemaal dat het begrip Koude Oorlog in verband met de opkomst van China en de positie van China niet gebruikt moet worden. Het leidt. Ik heb altijd het gevoel dat Amerika het gewoon fijn vindt dat er weer een grote nieuwe tegenstander is. Wat natuurlijk ook heerlijk leidt tot onvermijdelijke gigantische defensiebegrotingen. Toch al een ziekte waar dat land natuurlijk in allerlei opzichten aan leidt. Gigantische wapensystemen die nooit nuttig gebruikt zijn of hebben kunnen worden. Dus nee, ik vind het een hele, hele bedenkelijke ontwikkeling. Dat kan niet anders zeggen dan dat. Zonde van geld. En laat Europa in godsnaam zich niet door Amerika mee laten zuigen in deze prietpraat. Goed, dan nu naar de echte Koude Oorlog. Die aanvankelijk wel de indruk maakte dat het ergens om ging. Maar die veel te lang geduurd heeft. En die naar mijn idee op allerlei punten eerder had kunnen worden besloten. Of althans had kunnen worden gematigd. Wat deels ook wel gebeurd is. Die echte Koude Oorlog die loopt, dat moeten we even aangeven, in de jaartallen natuurlijk van 1945 tot 1989. Als in feite Gorbachev aan de Koude Oorlog heel vastbesloten een eind maakt, heel verstandig. Ik hoop ook aan het eind nog uit te kunnen leggen waarom dat strategisch ook een verstandige beslissing was van de Sovjet-Unie. Al heeft uiteindelijk de Sovjet-Unie zijn hervormingspolitiek niet overleeft. En je kunt de Koude Oorlog definiëren als de ideologische en strategische strijd tussen de Sovjet-Unie aan de ene kant en de Verenigde Staten en zijn westerse bondgenoten, in het bijzonder in Europa natuurlijk, aan de andere kant. Dat is het. En dat conflict dat is eigenlijk direct veroorzaakt door de afloop van de Tweede Wereldoorlog. Zonder Tweede Wereldoorlog was er geen Koude Oorlog geweest. Dus als je echt per se wil weten wie de schuld heeft aan de Koude Oorlog, dan ligt die bij Adolf Hitler, die per slot van rekening die oorlog begonnen is. Moet je dat zeggen? Wel bewust die oorlog begonnen is met verschrikkelijke gevolgen. Ik, ook gezien het feit de chaos die dat heeft veroorzaakt, heb ik nooit begrepen wat Duitsland precies, of hij daar precies eigenlijk mee wilde. Volgens mij is daar ook door Duitsland en door hem nooit echt goed over nagedacht. Dus we zijn nu gearriveerd in het vroege voorjaar van 1945. We koersen in Europa aan op de definitieve Duitse nederlaag. De Japanse nederlaag moet nog komen. Japan speelt toch in veel mindere mate een kardinale rol in het hele Koude Oorlogsspel dan West-Europa. Dus laten we eerst kijken naar West-Europa. En laten we eerst kijken wat de situatie is van de verschillende belligerenten. Duitsland was
verpletterend verslagen. Wat dat precies voor gevolgen had, daar komen we nog over te spreken. Dat Duitsland was verpletterend verslagen door de Russen aan de ene kant, de Amerikanen en de Engelsen aan de andere kant. Zelfs met de beste wil van de wereld, excuses aan het Franse volk, hebben de Fransen daar niet de geringste rol in gespeeld. Ja, de rol van Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog is bepaald niet glorieus. Tot immense ellende van de Gaulle die het graag anders had gezien. Maar dat is wel de bittere werkelijkheid waar Frankrijk mee te leven heeft. Rusland had in feite verreweg de belangrijkste bijdrage geleverd aan de nederlaag van de Duitse Weermacht. Je kunt eigenlijk zonder overdrijving stellen dat strategisch de Tweede Wereldoorlog gewonnen was in de zomer van 1943. Alleen moesten de Duitse legers nog niet waar opgeruimd teruggedrongen. Nou, de Russen moesten in Berlijn verschijnen om daar definitief een eind aan te maken. Te meer omdat de Duitsers natuurlijk à l'outrance doorgevochten hebben. Ten slotte nog in alle allerlaatste dagen toen Hitler zich al van het leven had beroofd, het Rijksdaggebouw nog hebben verdedigd. Niet waar alsof het daar in werkelijkheid om ging. Ja, schijnbaar is dat zo in de oorlog. Als je eenmaal bezig bent met vechten, dan kun je er niet meer mee ophouden. Kan wel iemand zeggen, jongens, laten we nou redelijk zijn. We hebben verloren, het is klaar. Laten we kijken wat we er nog uit de ruïne kunnen redden. Nee, ze hebben echt tot het alleruiterste moment hebben ze doorgevochten. Dat heeft de Russen natuurlijk, Rusland heeft, de Sovjet-Unie, sorry, Sovjet-Unie. Ja, soms gebruik ik het door mijn kamer, dan is het de Sovjet-Unie, althans tot 1991. Daarna is het de Russische Federatie. De Sovjet-Unie heeft 25 miljoen mensen verloren. Dat was een groot deel natuurlijk de soldaten. Er werd vaak door de Russen gevochten op een wijze die bepaald niet gericht was op het sparen van de levens van de eigen soldaten. Heel anders dan de Amerikanen. Dus ik weet niet precies hoeveel soldaten de Sovjet-Unie heeft verloren, maar je moet toch wel rekenen dat dat ergens van 15 miljoen of dat zoiets. Terwijl als je dan, want je vraagt natuurlijk meteen hoeveel mensen hebben de Amerikanen verloren. Ongeveer 400.000. En een deel daarvan waren verkeersongelukken, bezopen van een gebouw afgevallen enzovoort. Ongeveer 100.000. Er zijn 300.000 Amerikanen daadwerkelijk gesneuveld tijdens gevechtshandelingen. Nou ja, vergelijk dat met wat de Sovjet-Unie is overkomen, dan heb je enig idee. Bovendien, het hele westelijke deel van de Sovjet-Unie, zeg maar westelijk van de lijn, Petersburg, sorry, Leningrad was het toen, Stalingrad lag volledig in puin. Tienduizenden dorpen waren vernietigd, de agrarische productie was ingestort, natuurlijk onvermijdelijk. Fabrieken waren deels achter de Oeral gebracht, maar of waren geruïneerd, het was gruwelijk. Dat we zeggen, de Sovjet-Unie heeft strategisch die oorlog gewonnen. Want laten we eerlijk zijn, het was fijn dat de Engelsen, de Amerikanen en de Canadezen en zo geland zijn in Normandië. Maar dat is wat je zou kunnen noemen een mopping up operation. Dat we zeggen, de oorlog was al gewonnen. Als zij dat niet hadden gedaan, dan waren de Russen gewoon hier in de Franse Halstraat verschenen. In die zin is het nog wel erg fijn dat de Amerikanen tenslotte in deze slotfase van het conflict ervoor gezorgd hebben dat zij West-Europa hebben veroverd. Op de Duitsers hebben veroverd. Daar was Stalin overigens ook heel blij in, want die klaagde permanent dat er geen tweede front werd begonnen enzovoort. Maar hou in gedachten dat de offers die de Sovjet-Unie gebracht heeft om Duitsland te verslaan, en zonder meer heeft de Sovjet-Unie Duitsland verslagen en niet de Westerse bondgenoten. Die hebben daar een belangrijke bijdrage geleverd, maar de beslissende strategische klap is gevallen aan het Oostfront. Dat is belangrijk. Aan de andere kant was natuurlijk waar de Verenigde Staten, die hadden laten zien dat zij eigenlijk als industriële mogendheid van een volkomen andere orde waren dan alle andere landen in de wereld op dat moment. Zo extreem, vergeet niet, er is in de Verenigde Staten geen bom gevallen. We hebben het er net over gehad, er zijn in feite maar 400.000 Amerikanen door de oorlog om het leven gekomen en daarvan maar 300.000 door oorlogshandelingen. Dus in feite waren die offers, zeg maar de menselijke offers van de Verenigde Staten, uiterst beperkt. Ook toen al hadden de Verenigde Staten 140, 150 miljoen inwoners. Industrieel was
stond er eigenlijk maar één land totaal overeind in 1945 en dat waren de Verenigde Staten. 50% van alle industriële productiecapaciteit in de wereld stond in de Verenigde Staten in 1945. De Verenigde Staten was een soort immense moloch op het economische wereldtoneel. En het was duidelijk dat de Verenigde Staten uit hoofden van die enorm sterke positie na de oorlog een belangrijke en beslissende rol zouden kunnen spelen. En tussen die, ik zou de Engelsen natuurlijk even moeten vermelden, die hebben een dappere rol gespeeld, nietwaar? Ze hebben natuurlijk tussen 40 en 41, tot de Amerikanen gingen deelnemen aan de oorlog, hebben zij in een pierentje de honneurs van het Westen waargenomen. Het hele idee dat Engeland zonder de Verenigde Staten, zonder hulp, zonder de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten weer terug had kunnen komen op het Europese continent, kun je gevoeglijk vergeten. Ik zal er even D-Day, dat is dus 6 juni 1944. Ik denk dat er in Normandië, dacht ik, iets van 40, 50 Duitse divisies stonden. En aan het oostfront stond het 4- of 5-voudige aan Duitse gevechtskracht. Dus je moet je gewoon realiseren, als dat hele, dus de hele Weermacht in Normandië had gestaan, dan was het geen groot succes geworden op die 6 juni. 44, maar je moet hier dus wel de verhoudingen goed in het oog houden. Dus er was eigenlijk een strategische reus, dat was de Sovjet-Unie, die de Duitse Weermacht verslagen had aan het oostfront. En er was een economisch-financiële reus en dat waren de Verenigde Staten. Je kunt rustig zeggen dat de Verenigde Staten in 45 een echte supermacht waren, zoals we dat tegenwoordig benoemen. Zoals China geworden is in de afgelopen 40 jaar. En dat de Sovjet-Unie, laten we zeggen, militair gezien wel een soort supermacht was, maar niet in de schaduw kon staan in economisch opzicht van de Verenigde Staten. En eigenlijk heeft dat ook uiteindelijk op lange termijn de uitslag van het Koude Oorlogsconflict bepaald. Want om daar aan mee te doen, om de number two te zijn, om een concurrent te zijn voor de Verenigde Staten, niet waar, die inspanningen waren er voor de Sovjet-Unie met een relatief niet zo best draaiende economie uit de lange termijn in feite niet te dragen. Er bestond eigenlijk tijdens de oorlog al wel, stond een wederzijdse achterdocht. Wat waren precies de plannen? Konden de partijen dat met elkaar eens worden? Nou, zolang die oorlog duurde, kon dat nog wel. Ze hebben in Yalta geconfereerd. Dat is een hele beroemde conferentie. En de Amerikanen waren er toen enorm op gebrand dat de Russen ook zouden gaan deelnemen aan de oorlog tegen Japan. De Russen hebben dat ook toegezegd, dat ze een aantal maanden na de capitulatie van Duitsland ook aan de oorlog tegen Japan zouden gaan deelnemen. En dat is ook gebeurd. En daardoor was het toch, nou ja, Nog een redelijk goede relatie ten tijde van Yalta. Hetzelfde jaar nog een conferentie in Potsdam, dat is een buitenwijk van Berlijn. Ja, Stalin wou nooit ver van huis. Hij was natuurlijk echt bang dat als hij te ver van huis ging zou gaan, dat hij dan gewipt zou worden of dat iemand anders de macht zou grijpen. Hij vertrouwde niemand, dus hij wou altijd, laten we zeggen, in dekking al die conferenties zijn. Hè? Yalta, Teheran, bij Potsdam, altijd zo gehouden dat hij gedekt was door omvangrijke Russische strijdkrachten. Dat was, ja, Stalin was niet iemand die gemakkelijk iemand daar, ik denk dat hij zichzelf nauwelijks vertrouwd heeft, maar het was, ja, Stalin, wat moeten we daarvan zeggen. In dit betoog maar niet te veel. Het begon wel duidelijk te worden in de loop van de laatste fases van die oorlog en meteen daarna dat de Sovjet-Unie het door het Rode Leger veroverde gebied, dat de Sovjet-Unie van plan was daar een dominante rol te blijven spelen. Dat de kans dat die gebieden, laten we zeggen, weer op eigen beentjes zouden kunnen staan en dingen zouden kunnen doen die misschien Rusland niet zo fijn vond, dat zat er niet in. En de vraag is natuurlijk, hoe erg was dat? Was dat schande? Ja, het was natuurlijk, dus dat de Sovjet-Unie de baas bleef in op de Balkan, Centraal-Europa en Oost-Europa, dat zat er dus dik in. Dat was alleen mogelijk door middel van repressie. Dat, ja, daar moeten we eerlijk over zijn, anders zouden die landen misschien een heel andere koers hebben gevaren, omdat ze allemaal feitelijk en terecht vrij bang voor Rusland waren. Maar laten we nu de kant
even van Rusland bezien natuurlijk. Ja, Rusland was in de vorige eeuw 2 maal aangevallen door het Duitse leger. En dat had 2 maal een verschrikkelijke narigheid veroorzaakt. Natuurlijk wat Duitsland de Sovjet-Unie heeft aangedaan tussen 1941 en 1945 is van een immense gruwelijkheid. Zoals sowieso het optreden van het Derde Rijk van een immense gruwelijkheid was. Je bent altijd weer verbaasd dat deze explosie van geweld en gruwelijkheid dat die uit dat Duitsland is gekomen. Ja, dan zie ik altijd meteen met Merkel voor me, die in allerlei opzichten verbeeldt dat het met Duitsland, ken ik dat ze de gruwelijkheid eruit geoefend hebben. Ik weet niet precies hoe je dat zou moeten zeggen. Maar goed, nu, ja, dus je moet, Stalin was erop uit om een soort strategische veiligheid voor de Sovjet-Unie te creëren. Want Stalin eigenlijk was een hele achterdochtige figuur en was er vast van overtuigd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog dat de Duitsers 20 jaar later het nog een keer zouden doen. Zoals ze na de Eerste Wereldoorlog natuurlijk hadden gezegd, want dat is het hele punt van Hitler. We hebben verloren, dat komt omdat we belazerd zijn en we gaan het nog een keer doen en gaan we winnen. Dat is Hitler's uitgangspunt. Stalin was niet de enige wereldleider die dat dacht, hè? Thatcher had ook dat soort gedachten, toch? Ja, Thatcher veel later. Ja, was de Thatcher verontwaardigd dat Duitsland 2 maal was verslagen en toen toch nog de hoofdrol in Europa speelde. Na de Koude Oorlog, natuurlijk na afloop van de Koude Oorlog. Misschien kunnen we daar heel kort iets over zeggen. En je kunt je die frustratie van de Engelsen wel voorstellen. Maar dan moet je wel in dit geval constateren. A, dat Duitsland natuurlijk toch een groter land is dan Engeland. Ook groter dan het United Kingdom. Vooral omdat Schotland, Wales en Noord-Ierland nou niet de meest indrukwekkende gebieden ter wereld zijn. Maar goed, het United Kingdom. En bovendien natuurlijk, ja, is de Engelse economie, die heeft zich niet op dezelfde voorspoedige en ongekend ijverige en technisch hoogstaande wijze ontwikkeld als de Duitse economie. Na 45 en ook nog wel in de afgelopen 25 jaar. Ja, dat wil ik nog wel eens even onderstrepen, maar de Engelse auto-industrie is verdwenen. Je kunt wel een Morris kopen, maar dan moet je een bejaard exemplaar aanschaffen. Want Morris als merk bestaat niet meer. Of het is een Chinees merk geworden. Ik weet niet of dat ook verkocht is aan de Chinezen. Maar Austin, idem dito. Nou, de bloeiende Engelse auto-industrie is verdwenen. En hoe komt dat? Omdat ze gewoon waardeloze rommel leverden. En bovendien die rare vakbond, die had een speciale vakbond van de versnellingsbakmakers. Nou, die konden staken. En je weet, je kan een auto niet afleveren zonder versnellingsbak. Dus dan stond de hele boel stil als een relatief kleine vakbond, namelijk de versnellingsbakmakers, in staking ging. Dus Engeland heeft voor een heel niet onbelangrijk gedeelte zijn ellende te danken aan zichzelf. Misschien ook wel, dat is natuurlijk een klassieke theorie in dit verband, dat als je de oorlog verliest, dat je dan eens op je hoofd moet krabben en je af moet vragen, hoe komt dat eigenlijk dat we verloren hebben? Wat is er fout gegaan? Dus je bent in principe betrekkelijk zelf kritisch ingesteld. Nou, als je gewonnen hebt, zoals de Engelsen, want ja, dan met Churchill en al die prachtige retoriek en de ganse wereld bewonderde Engeland enorm vanwege ook het feit dat ze een jaar lang of iets meer dan een jaar het in een meentje hadden volgehouden enzovoort. Engeland was een fijn land. We waren allemaal onder de indruk van Engeland. En Engeland was zelf ook erg onder de indruk van Engeland. En dat nou ja, want als we hier even op de gebeurtenissen vooruitlopen, is het natuurlijk zo, ja, 2 landen hebben die Tweede Wereldoorlog bitter verloren, Duitsland en Japan. En als ik nu even rondkijken hier in de straat naar de auto's die hier staan, dan is het frappante feit is dat, nou goed, er staat een Volvo aan de overkant, tegenwoordig is dat bedrijf in Chinese handen, maar voor de rest zijn het Duitse auto's en Japanse auto's. Ik heb ook een Japanse auto, dus in allerlei opzichten, dat was ook wel. Een Amerikaanse ziekte staat. Ja, dat is toevallig Tesla, ja. Een outlier is dat. Maar goed, er was wel in 1989, toen de Koude Oorlog aan zijn eind kwam, was er wel een aardige mop in vele internationale beschouwingen. En dan zei je, the Cold War is over, Japan and Germany won. En ja, het is natuurlijk frappant hoe goed de beide verliezers het gedaan hebben na 1945. Dat is enorm
frappant. Het zijn ongekend welvarende landen geworden met een enorm succesvolle industrie. Die ook iets te maken heeft met het feit dat het landen zijn die op een of andere manier iets met technologie hebben. Die kwaliteitsproducten afleveren. Het is helemaal zelden zo dat de Duitsers rommel produceren. Of dat de Japanners dingen maken en je denkt, dat valt uit elkaar als ik het even een beetje op de proef stel. Terwijl bij de Engelse auto's, dat was inderdaad het probleem dat ze nogal vrij spontaan uit elkaar konden vallen of wegroesten of nou, gaan ze maar door. Nou, denk aan de enorme klappen die de Italiaanse auto-industrie heeft gehad, die heel succesvol was tot ver in de jaren 70. En, nou. Maar je moet wel kwaliteit leveren. Doe je dat niet, dan zit je althans als exporteur van industriële goederen, zit je niet op rozen. En ja, dus, de Cold War is over en Japan en Germany won. Dat is natuurlijk een tikkeltje overdreven, nietwaar? In allerlei opzichten waren de Verenigde Staten de grote winnaars van de Koude Oorlog, kun je zeggen. Tenminste, natuurlijk omdat Japan en Duitsland ook behoorden tot, ik wil niet zeggen tot het Amerikaanse imperium, maar een onderdeel vormde van een westerse wereld die in allerlei opzichten door de Verenigde Staten geleid werd. Die het ook over zijn allerlei opzichten, ook industrieel, wel enigszins hebben laten afweten vanaf de jaren 70. Als je denkt aan grote vernieuwingen, structurele vernieuwingen in de staalindustrie, die zijn door Japanse bedrijven tot stand gebracht, niet door Amerikaanse bedrijven. Die natuurlijk ook een beetje last hadden. Hè. Amerikanen hebben sowieso last van zelffelicitatie. Hè. Want wij zijn toch een geweldig land, een ongelooflijk land. Wat een land. Kijk maar één echt land in de wereld. Nou, dat deze retoriek die enorm irritant is. Als je weet wat een puinhoop ze er in allerlei opzichten van gemaakt hebben. Hè, terwijl ze goede kaarten hadden om te spelen. Dat, vooral als je hele goede kaarten hebt en dan niet goed speelt. Dat blijft pijnlijk. Maar we zijn afgedwaald van de Koude Oorlog. Dus er was al wel achterdocht. En het begon duidelijk te worden dat Stalin absoluut niet van plan was om, laten we zeggen, de strategisch gewonnen gebieden ook weer prijs te geven. Dat de Sovjet-Unie van plan was daar de baas te spelen. Nou goed. Ten slotte was het wel duidelijk dat eigenlijk de beide grote partijen, de grote spelers, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, het niet eens konden worden over de wijze waarop Europa na 1945, na afloop van na de Duitse nederlaag, zou moeten worden ingericht. Dat kun je ook heel goed zien aan het feit dat omdat ze het niet eens konden worden, was eigenlijk de militaire demarcatielijn van 1945 is ook de lijn waarlangs het ijzeren gordijn zou gaan lopen. Dat was er nog niet, maar dat was in allerlei opzichten, mentaal was dat wel in de maak. En zeker in Washington groeide ook de achterdocht, ja, die Russen, is toch een revolutionair regime met zijn bolsjewieken en is het eigenlijk zo dat de vos zijn streken wel misschien zijn haren wel heeft verloren, maar niet zijn streken en moeten we maatregelen nemen? Maar ze wisten eigenlijk niet precies wat ze ervan denken moesten. En nou ja, dat heeft geleid tot een fameus document, opgesteld door een medewerker van de Amerikaanse ambassade in Moskou, en zeker George Kennan. En dat heet het Long Telegram. En in het Long Telegram maakte, het was ook in een heel lang telegram overigens, vandaar dat het Long Telegram heet, maakte Kennan duidelijk, kijk, die Sovjet-Unie, die vertrouwt ons totaal niet. Die Sovjet-Unie is in feite uit op de ondergang van het Westen. Daar moet je rekening mee houden. Dat is hun primaire doelstelling. Dat wil helemaal niet zeggen dat ze ons morgen gaan aanvallen of zo. Want ze zijn zich zeer wel bewust van de krachtsverhoudingen. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar je moet er wel rekening mee houden dat het in feite geen loyale oppositie is. Het zijn lui die zijn op iets totaal anders uit dan wij. Dat speelt eigenlijk allemaal zich af in 1946. Ook in Duitsland beginnen de Amerikanen in hun bezettingszone al te denken, ja, het heeft geen zin om die Duitsers allemaal verschrikkelijk te straffen en de boel hier leeg te stelen, want het enige wat daar het gevolg van is dat die Duitsers honger lijden en wie moeten ze dan eten geven, dat zijn wij. Dus het is eigenlijk zaak om in feite Duitsland niet in een toestand van chaos en verarming te laten ondergaan. En we moeten niet spullen leveren uit onze eigen bezettingszones naar de Russische kant. Dat hadden ze wel afgesproken, maar ze zeggen op een moment, we stoppen daarmee. Duitsland was verdeeld in 4 bezettingszones. Russische zone, later de DDR geworden. Een Engelse zone, dat is in het noordwesten.
een Amerikaanse zone, dat is in het zuidoosten, zeg maar, Frankfurt, München. En een kleine, betrekkelijk kleine Franse bezettingszones in het hoe moet je dat zeggen? Het zuidelijke westen, zuidwesten. Ja, ze dachten, we moeten die Fransen ook een kansje geven om iets te doen. Daar hebben ze later natuurlijk verschrikkelijke spijt van gehad. Want er zijn tal van Amerikanen die hebben gezegd, je kan beter met die Russen, die deugen niet. Maar dan kun je beter mee samenwerken dan met die Fransen. Dat is het allerergste. Eigenwijze rekels. Nou ja, dat soort van. Dus er is sprake van een groeiend wantrouwen. En eigenlijk is het wachten op een moment waarop dat wantrouwen ook beleidsmatige vorm zou kunnen krijgen. Daar heb je een aanleiding voor nodig. En die aanleiding was eigenlijk een hulpkreet van Engeland. Wat er slecht aan toe was. Wat eigenlijk door die immense uitgaven van de oorlog verarmd was. En hebben ze heel lang is daar nog voedsel gerantsoeneerd gebleven enzovoort. En Engeland had problemen in Griekenland. Had Griekenland bezet en ja, wij kunnen dat eigenlijk niet aan. We kunnen het ook niet betalen. En op dat moment beginnen de molens in Washington te draaien. En je ziet ook dat beleidsmedewerkers, met name van buitenlandse zaken, maar ook van andere ministeries, zeggen, dit is het moment waarop wij moeten beslissen of wij in feite een leidende rol willen spelen in de wereld die ontstaat na afloop van de Tweede Wereldoorlog. En ze hebben besloten om dat te doen. Hè, om in feite de leidende rol die Engeland zo lang had gespeeld natuurlijk in de wereld, om die over te nemen, omdat Engeland niet langer in de omstandigheden verkeerde om die rol te blijven spelen. En dat krijgt vorm eigenlijk in de zogenaamde Truman-doctrine. Ik moet er nog bij zeggen dat president Roosevelt was in april 1945 vrij plotseling overleden aan de hersenbloeding. Je ziet trouwens, als je foto's van Roosevelt ziet, dat vanaf laat in 43, 44 zie je dat hij er bar slecht aan toe is. En maar goed, hij is ook dus tenslotte niet oud geworden, ergens in de 60. En dan wordt hij opgevolgd door zijn vicepresident, Harry Truman. En zoals dat vaak toen ging, en ik weet niet of dat echt fundamenteel veranderd is, dat is altijd een interessante vraag. Harry Truman wist van niks. Daar kwam het in grote trek op neer. Die was niet voorbereid op het presidentschap. Hij was een compromiskandidaat, een beste man verder, maar niemand zag veel in Harry Truman. Daar kwam het wel op neer. Hij was zo slecht geïnformeerd dat de minister van Defensie bij Truman op bezoek moest zeggen, Mr. President, ik heb voor u een vervelende verrassing. U weet er niks van, maar we hebben een uniek nieuw wapen ontwikkeld. Dat was de atoombom. Kun je dus voorstellen dat de vicepresident van de Verenigde Staten niets afwist van de atoombom. En van het Manhattan-project waar miljarden in waren gestoken enzovoort. De proefexplosie had nog niet plaatsgevonden toen. Pas als Truman in Potsdam is bij die twee, dan vindt de succesvolle eerste proefexplosie plaats en weten ze dus het ding werkt. Ja, je weet voordat je het hebt laten ontploffen, weet je niet of die werkt. Hij werkte eigenlijk nog beter dan ze eigenlijk verwacht hadden, althans de explosieve kracht was groter dan ze berekend hadden. Dus dat moet je bij de enorme macht van de Verenigde Staten nog optellen, dat ze plotseling beschikten over een wapen waar niemand anders over beschikte. Ook Stalin, toen hij begrepen had wat er aan de knikker was, hij moet ook waarschijnlijk door zijn spionnen en door zijn eigen nucleaire fysici wel op de hoogte zijn gebracht van wat er aan de hand was. En Stalin heeft onmiddellijk opdracht gegeven om alles in te spannen om een eigen bom te bouwen. En die hebben ze ook gebouwd in een relatief heel korte termijn, namelijk in 1949 ontplofte de eerste Russische atoombom. Gedeeltelijk ook omdat ze wisten dat het kon. Als je natuurlijk eenmaal weet dat kan, en we weten niet precies hoeveel ze de spionnen, met name Klaus Fuchs, aan de Russen heeft overgebracht, maar ze wisten dat het kon en ze wisten hoe het werkt. Het is trouwens sowieso vanaf de late jaren 30... begrepen natuurkundigen dat een dergelijk wapen in principe theoretisch mogelijk was. Hoe precies, dat moesten ze uitvinden. En, nou goed, de Amerikanen waren ook de enigen die over het geld, de mogelijkheden beschikten om die bom te bouwen. Dat hebben ze dus ook gedaan. Maar binnen 4 jaar na 1945 hadden de Russen er ook eentje. Wat toch wel een enorme schok voor de
Amerikanen was. Hoewel het misschien beter was dat de Russen er nu ook eentje hadden. Want dat hield de zaak dan nog enigszins in evenwicht. Nu die Truman-doctrine. Die is uitgesproken op 12 maart van het jaar 1947. En als de luisteraars nu echt per se een dag willen waarop de Koude Oorlog begint, dan is dat 12 maart van het jaar 1947. Want Truman zegt daarin met zoveel woorden: iedereen moet nu kiezen tussen repressie of vrijheid, tussen democratie of totalitaire dictatuur. Een beetje dramatisch aangezet natuurlijk, maar goed, dat zei hij. En bovendien zei hij, wij zijn bereid om alles te doen om de vrijheid in deze wereld te garanderen. Ze gingen ook, Griekenland gingen ze helpen en ook Turkije kon enigszins geholpen worden. En ze beginnen te werken aan eigenlijk een plan, een wat groter plan, om de positie van West-Europa zeker te stellen. Ik denk niet omdat ze verwachten dat de Russen plotseling de panzerdivisies weer in beweging zouden zetten, maar meer omdat dat misschien anders Europa had ten onder had kunnen gaan in chaos. Dat communistische partijen die toch al vrij succesvol waren, dat die nog veel groter zouden worden. Dat Europa eigenlijk langs politieke weg zou afglijden. Dat was denk ik de angst die bij veel Amerikanen leefde. Dus ze hadden, om dat te vermijden, een omvangrijk economisch plan opgezet. Dat is het Marshallplan. In datzelfde jaar 1947 houdt minister Marshall, toen van Buitenlandse Zaken, die houdt een grote reden waarin hij zegt, wij zijn bereid om een hoop geld te steken in Europa om de economische ontwikkeling, de economische groei daar weer op gang te brengen. En dat vroeg natuurlijk enige organisatie en het congres moest ermee akkoord gaan, dat is allemaal gebeurd. En inderdaad, West-Europa heeft op vrij grote schaal Amerikaanse economische financiële assistentie gekregen. Nederland bijvoorbeeld, ik meen toen 900 miljoen, dat is natuurlijk in valuta van toen, dus dat is toch een heel substantieel bedrag. En ik denk dat West-Europa en veel mensen zijn dat met mij eens, dat klinkt ook al volkomen achterlijk natuurlijk, maar die delen die opvatting. Ja, die delen die opvatting. Dat Europa het ook wel gered zou hebben zonder Marshallhulp, maar het was een bijzonder nuttige steun in de rug. Ten meer omdat die Marshallhulp ervoor zorgde dat Europa over dollars kon beschikken. Europa had geen dollars. En dollars had je nodig om eventueel voedsel te kopen in Amerika, maar natuurlijk ook om machines te kopen in Amerika om de zaak en de economische ontwikkeling weer op gang te brengen. Opvallend dat ze die dollars dus nog niet hadden. Nee, waar zouden ze vandaan moeten hebben? Je kunt alleen maar dollars verdienen door te exporteren naar de Verenigde Staten. Nou, op dat moment vielen door West-Europa, wat in feite één grote ruïne was, niks te exporteren. Nee, maar voor de oorlog ook geen export. Voor zover die er waren, denk ik, nee, denk dat die economische contacten stelden niet veel voor aan. Amerika was toch een in hoge mate autarkisch land in allerlei opzichten, okay, voor de Tweede Wereldoorlog. En dat is geleidelijk veranderd in de loop van de jaren na de Tweede Wereldoorlog. En bovendien dachten de Amerikanen ook, en dat had ook te maken met de communistische machtsovername in Tsjechoslowakije in 1948, zou het niet toch verstandig zijn om een soort bondgenootschap op te richten. En dat is ook gebeurd, dat is de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de North Atlantic Treaty Organization, en dat is de zogezegde NATO. De NATO die had, ik meen dat als operatiegebied, zeg maar, in de ruimste zin Europa. Dus niet Afghanistan, Libië en al die andere ongelukkige plaatsen waar ze ook de afgelopen jaren actief zijn geweest. Dat hadden ze beter niet kunnen doen. Allemaal in het zog natuurlijk van Amerikaanse acties. Nogmaals, dat hadden ze beter niet kunnen doen. NATO heeft niets te zoeken, naar mijn idee, in Afghanistan. Wat de Amerikanen daar verder ook van mogen denken. Ja, die hebben ondertussen wel besloten om daar te vertrekken, zonder dat er iets van enige betekenis bereikt is na 20 jaar oorlogvoering overigens. Dus dat werd de NATO en die is opgericht in april van het jaar 1949. Aanvankelijk moet je reëel zijn, die NATO was een soort belofte van de Amerikaanse kant. Als er iets fout gaat, strategisch, militair, dan komen we jullie helpen. En nou, dat gezien ook de immense
productiekracht van dat land en het in de omvang van het militaire apparaat van het land, was dat een hele nuttige belofte. Maar militair stelde die NATO niet zo verschrikkelijk veel voor. Als Stalin echt de panzerdivisies in beweging zou hebben gezet, dan ben ik bang dat ze een heel eind zouden zijn gekomen in West-Europa, omdat het zich niet had kunnen verdedigen. Maar het feit dat die er was, was natuurlijk ook al een, nou ja, nogmaals, ik denk niet dat de Russen ooit van plan zijn geweest om West-Europa aan te vallen of te bezetten. Dat hadden ze helemaal niet kunnen verwerken. Dat zou waarschijnlijk hetzelfde probleem met Poetin. Ik geloof er een donder van dat Poetin van plan is de Baltische Republieken te bezetten. Dat is het eind van zijn regime. Dan gaat hij ten onder aan de sancties die we in dat geval hopelijk wel streng opleggen. Nu zou het ook wel nuttig zijn om Poetin iets harder aan te pakken, naar mijn gevoel. Daar bestaat ook weer allerlei twijfels en nuances. Zo hangt er een beetje vanaf van uit welk perspectief je dat probleem bekijkt. Daar ben ik ook niet zo onder de indruk van deze mededelingen. Laat een recensie achter op Apple Podcasts. Altijd leuk om te horen wat je van de podcast vindt.